Goedemiddag, het updatepakket dat Rebel Racing in Spanje introduceerde op de auto van Max Verstappen wordt waarschijnlijk weer verwijderd. De nieuwe onderdelen zouden invloed hebben gehad op de werking van het DRS-systeem, waardoor Rebel Racing in Monaco weer met het oude pakket wil gaan rijden. Gisteren onthulde Dr. Helmoet Marco waarom Verstappen als enige Rebel coureur problemen had met zijn DRS-systeem dit weekend. De Oostenrijker vertelde dat zijn team de gewichtbesparende updates alleen op de auto van de Nederlander had gemonteerd en niet op die van Sergio Perez. Hierdoor had de Mexicanen geen last van problemen met zijn achtervleugel, maar lijkt het dus wel op dat de updates een negatieve invloed hebben gehad op de werking van het DRS-systeem. Rebel overweegt dan ook om het pakket weer van de auto van Verstappen af te halen richting de Grand Prix van Monaco. Betekent wel dat de RB18 weer wat zwaarder zal gaan worden. Rebel Racing wil voorkomen dat Verstappen ook in Monaco te maken krijgt met een weigerende achtervleugel. We weten nu waar het probleem zit. Er zijn nog vijf dagen en we hebben 24 uur in de dag, dus dat moet geen probleem zijn. Zo zegt hij tegenover motorsporttortaal.com. Vorig jaar hadden we het ook en toen hadden we de gewichtsproblemen niet, dus er zat al iets in het systeem. Goed, desondanks gaat Red Bull het gewichtbesparende pakket verwijderen van de RB18 van Verstappen. Voor Monte Carlo maakt 2 kilogram meer of minder toch het verschil niet. Al dus Helmoet Marco. Het raceweekend in Monaco staat aankomend weekend op het programma, dus. dus ja, Red Bull heeft maar een paar dagen de tijd om het op te lossen. Maar volgens Marco komt het dus allemaal wel goed. De Mercedes-teambaas Toto Wolf heeft een waarschuwing gegeven aan zijn concurrenten op de grid. Want na afloop van de Grand Prix van Spanje stelde Wolf dat Mercedes dit seizoen nog zeker mee kan gaan doen om de wereldtitel. Volgens de Mercedes-teambaas heeft zijn team in Spanje de achterstand op de koplopers weten te halveren. Er is nog een lange weg te gaan om daar boven in de strijd te komen. Maar goed, dat gezegd hebben we. We staan derde met George in Spanje en dat is sterk. Met Lewis hadden we waarschijnlijk de snelste raceauto. Hij had 50 seconden achterstand en hij haalde het hele veld in. Op bepaalde vlakken in de race was hij de snelste en dat toont het potentieel van de auto. Wolf is dan ook van mening dat Verstappen en Leclerc in hun spiegels moeten gaan kijken de komende races. Want de teambaas denkt namelijk dat Mercedes in 2022, ja dit jaar dus nog, mee kan gaan doen voor de wereldtitel. Nou, dat kunnen we zeker. We moeten gewoon een auto hebben die in staat is om als eerste en tweede te finishen. Ik denk dat we redenen genoeg hebben om te geloven dat we er kunnen komen. Maar de kansen zijn op dit moment niet in ons voordeel. Maar goed, de autosport is a different ballgame. Al dus Total Wolf. Ja, Weet je wat nou het lekkere van deze week is? Is dat je waarschijnlijk een vrijdag hebt, donderdag, en dat je deze vrijdag alweer kan gaan genieten van de eerste vrije training. Goed moment om dus even het tijdschema erbij te pakken. Vrijdag 27 mei kunnen we om 2 uur in de middag genieten van de eerste vrije training. En om 5 uur is het tijd voor de tweede vrije training. Zaterdag 28 mei om 1 uur de derde en laatste vrije training. En om 4 uur is het dan tijd voor de kwalificatie. Zondag 29 mei begint de race, de Grand Prix van Monaco, om 3 uur in de middag. Was hem dan het GPFans-nieuws van de maandagmiddag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Tot morgen. Hoi.